best bijzonder aan paracetamol is dat we eigenlijk niet precies weten hoe het werkt. Er zijn wel wat ideeën hoe het pijn bestrijdt, maar hoe het precies zit, weten we niet. Waarschijnlijk gaan we dat ook nooit meer ontdekken, want het is voor niemand nu nog heel erg belangrijk om dat te gaan uitzoeken. Hoewel de exacte werking dus mysterieus blijft, weten we wel zeker dat het een knijter-effectief middeltje is. Het werkt heel erg goed tegen koorts, maar vooral tegen pijn ook. En iedereen gebruikt het. In elk kastje is het beschikbaar. Paracetamol is echt een heel veilig geneesmiddel. Maar het is wel echt heel belangrijk dat je je houdt aan de aanbevolen dagdosering. En als je op de doosjes kijkt, dan staat er dat volwassenen maximaal 6 tabletten per dag mogen nemen. Dus als jij met jouw kiespijn, hoofdpijn of wat dan ook 's ochtends 2 tabletten slikt, met de lunch nog eens 2 en dan nog eens 2 bij het avondeten, en dan vlak voordat je gaat slapen ook nog eens 2, ja, dan heb je die grens al overschreden. Als je veel meer neemt dan deze aanbevolen dagdosering, dan kan het al wel echt schadelijk worden. En dat betekent dat je bijvoorbeeld heel veel leverschade op kan lopen.